En als je die twee inhoudelijke pijlers eruit trekt, dan krijg je natuurlijk geen wet majeur meer, maar een lege doos majeur. Het is koud buiten. Het is hard werken buiten. Het is winter, er is een pandemie. En de havenarbeiders, zoals vele andere werkers, gaan door. En midden van de winter, midden van de pandemie, maken die de haven groot. En zij boeken enorme productiviteit. Maar die productiviteit is gebaseerd op een goed statuut. Dus je kan het statuut niet loszien van de productiviteit. En je kan de productiviteit niet loszien van het statuut. De wet majeur is met andere woorden de basis van alle havenactiviteit, want ze beschermt de arbeiders en ze zorgt ervoor dat in het havengebied geen sociale dumping mogelijk is, zoals we dat vandaag bijvoorbeeld wel zien in het transport, op de luchthaven, in de bouw. En dus in plaats van de bescherming uit te breiden in andere sectoren, zijn er een aantal krachten die de bescherming van de havenarbeid willen inperken. En iemand als Fernand Huts, zonnekoning inderdaad, vriend van sommigen hier in het parlement, miljonair, heeft een proces ingespannen om komaf te maken met de statuut van de havenarbeider. En daar gaat het vandaag over. Het Europees Hof heeft vandaag haar uitspraak gedaan ter zake en ze spreekt zich positief uit over het statuut zelf. Men kan een erkenning hebben als beschermde groep in ons land. En dat is heel belangrijk en een kaakslag voor Huts. Maar, er is een grote maar. Die wet majeur is gebaseerd natuurlijk op inhoud, op twee pijlers. En de eerste pijler is de inspraak van de vakbond rond de erkenning. En de tweede pijler, zoals u weet, is het poolsysteem. En als je die twee inhoudelijke pijlers eruit trekt, dan krijg je natuurlijk geen wet majeur meer, maar een lege doos majeur. En daarom... En die lege doos majeur zou opnieuw sociale dumping mogelijk maken. Daarom één vraag aan u, meneer de minister. In alle hangende zaken gaat u tot het uiterste inspannen om de veiligheid, de sociale bescherming en de vakbondsinspraak prioritair te laten doorwegen in de bescherming van de havenarbeid in ons land. We gaan het dossier nu eerst bij de nationale rechtbanken verder verdedigen, maar... Als er bepaalde aanpassingen nodig zijn, dan zal ik samen met de sociaalpartners zoeken naar goede oplossingen. Er zijn dus twee kanten aan de uitspraak. Langs de ene kant de positieve kant. Er kan een beschermd statuut zijn en we zouden beter debatteren met dit parlement om die bescherming uit te breiden naar de luchthaven, naar de transport en de bouw. En dan wil ik het stemgedrag van alle partijen nog wel eens zien. En twee, er is een negatieve kant van de zaak. Met name dat je de wet majeur ook kan uithalen en zo onderuit halen. En ik had van jou, of van u, beter gezegd, meneer de minister, een engagement verwacht om de sociale bescherming en de inspraak van de vakbonden op alle mogelijke niveaus met al uw macht te verdedigen. U hebt zich daar niet over uitgesproken en ik hoop dat u dat alsnog gaat doen. En dan wil ik toch nog ook zeggen tegenover het Vlaams Belang. Jullie hebben altijd met het Vlaams Belang, 10 jaar lang volg ik dat dossier nu al op of langer, de vakbonden in de haven bestreden. En 2 jaar geleden nog heeft meneer Van Rompuy op een debat gezegd dat hij de aanpassing van de wet majeur voorstreept, met name dat de inspraak van de vakbonden eruit moet. Dus u moet hier vandaag niet hypocriet komen doen over de wet van majeur. U bent tegen de inspraak van de vakbonden in de haven. Dus u bent een wolf in schapen.